De technische staf van het eerste en het tweede seizoen was al bekend. En nu is ook de scoutingstaf uh, samengesteld. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat was een van mijn belangrijkste uh, uh, punten in mijn aanstelling. Is te zorgen dat wij in ieder geval uh, met mij het, het team betaald voetbal, het eerste en tweede elftal, in samenwerking met de scouting, moeten gaan zorgen uh, dat er een, uh, een representatief elftal er komen in de toekomst. En welke scouts zijn er uh, vanaf nu bij Spartijendienst? Nou, op dit moment uh, hebben we alleen maar Gerb Ruis. Die is dan maar uh, beperkt beschikbaar. Maar we hebben nu met de komst van uh, de andere vier mensen met uh, Adri van Tichelen, Aad uh, uh, Andries uh, René de Hoon, Frank Franke en Gerb Ruis die meer werk gaat verrichten. Ik denk dat we vijftal mensen hebben die in staat moeten zijn om uh, de spelers aan te dragen waar Sparta op eredivisie uh, niveau kan uh, presteren. Van 1 naar 5 is natuurlijk een behoorlijke uitbreiding. En dat zijn ook nog dan eens allemaal mensen met een Sparta-verleden. Heeft dat meegespeeld? Ja, uiteraard ga je altijd eerst voor kwaliteit. En, uh, en daarnaast ga je kijken van uh, zijn er mensen in, uh, beschikbaar die ook nog een Sparta-verleden hebben. En, en die zijn er genoeg, gelukkig. En uh, daar hebben we deze mensen uit gekozen. Die hebben, die hebben al een staat van dienst bij de club. En uh, die hebben ook een eigen mening. Dat is natuurlijk, als je gaat scouten, dat is, je moet niet alleen verstand van voetballen hebben. Dat is wel belangrijk. Maar je moet ook eigen mening kunnen hebben. En je moet ook weten wat binnen binnen de, je eigen elftal. Wat, 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 wat er loos is, maar ook wat er aangekomen En deze mensen die, die zijn gepokt en gemazeld. en die hebben er ook hartstikke veel zin in. En naast deze vijf, uh, ja, doe jij zelf natuurlijk ook een en ander. Wie zijn er allemaal nog meer betrokken vanaf nu bij de, de scouting? Ja, ik heb, ik heb ook gezegd, we gaan ook met interne scouting. En de interne scouting, dat zijn uh, mensen die, uh, die ook een dienst hebben bij de club, uh, om er maar een aantal te noemen. Boukhari, uh, die gaat ook assisteren bij uh, 1 en 2 als spitsen trainen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk Nico Jalink, Michel uh, geert jan Roorda, uh, Willem Mendes en, uh, en Dolph Rox, Dat zijn allemaal mensen die uh, ook nog op pad kunnen gaan, zodat we eigenlijk wel een, een groot team mensen he, mens hebben. Een team. Mensen hebben die, die bereid moeten zijn om, om talentvolle spelers of goede spelers binnen te halen voor Sparta. Want dat gaat hun voornaamste taak worden: de, het verzorgen van de selectie van het eerste en het tweede? Ja, nou ja, eigenlijk heb ik iedere keer gezegd van, en dat vind ik nog steeds, daar is Sparta in het verleden groot mee geworden is dat je moet gaan zorgen dat je een goed vangnet hebt. En een goed vangnet die je creëert door een goede opleiding, maar ook een goede scouting. En dat is heel belangrijk voor het bestuur, dat een club niet afhankelijk is van één. Of twee personen binnen de organisatie, dat je altijd terug kan opvallen op uh, echte jongens die, uh, die, die hard voor de club hebben. En daar in uh, ieder geval zorg, zorg kunnen dragen dat je altijd uh, voortbestaan hebt.